kort video. Ik ga namelijk elke brawler ranken in een tier van hoe ik ze vind. Wacht. Dus mijn mening, je kan er mee eens zijn of niet. Dus ja. We gaan gewoon kijken wat ik kan. Oké, eerst beginnen we met 8-bit. 8-bit, ik vind 8-bit prima, maar hij is heel slow. Maar hij heeft wel zijn turret zodat hij je mensen kan buffen. Dus ik zet hem in normaal. Oké, nummer 2. Amber. Amber is heel... Als je in de range bent van Amber, ben je wel dood. Maar als je uit de range bent, kan je Amber makkelijk hebben. En ja, Amber is gewoon een A-team. Barley. Barley, dat ligt eraan of je er goed mee bent of niet. Dus ik plaats hem nu even achter 8-bit in normaal. Oeh, Ash. Ash is een moeilijke speelbare brawler. Je kan er moeilijk mee spelen. Het is moeilijk om die bar van hem mee te spelen. Maar hij is denk ik niet heel goed. Hij is een bad seed hier. Bee. Bee is aan. Bellen. Ja. Ik speel zelf niet zo vaak met Belle, maar sommige mensen kunnen er heel goed mee spelen, vooral met die gadget, dat ze tegen de muur aan kan bouncen. Dus ik plaats er tussen Barley en 8-bit in. Bibi. Bibi net boven B. Wacht. Ja, dit. Bonnie. Bonnie vind ik heel slow. En het is moeilijk, ik doe haar een... Bo. Bo is wel een A-tier. Brock. Sword hier. Bull is alleen goed in sommige maps. Daarom plaats ik een beetje achteraan in de B-tier. Oeh, Buzz. Ik plaats Buzz iets boven B. Buzz kan met ze stunnen, doet veel damage van dichtbij. En al die dingen. Byron. Die hield wel je teammates. Misschien net boven Boel. Ja. Karl. Karl plaats ik in... Ik vind Karl altijd wel grappig om mee te spelen. Ziet er wel grappig uit. Ik vind het ook altijd wel leuk om mee te spelen. Hij is prima goed, niet heel goed. Plaatsen we in normaal. Ja, normaal. Colette. Colette alleen goed tegen voor tanks. Zoals Boel, 8-bit. Zulke mensen. Maar als het geen tank is, zoals B, dan doe je maar heel weinig damage. Dus ik plaats haar in iets boven 8-bit. Colt. Colt is echt heel goed. Crow. Crow. Plaats ik net iets onder Bibi. Daryl. Daryl een beetje hetzelfde als Boel. Maar alleen iets minder. Edgar. Edgar. Ik had heel irritant om tegen te spelen met zijn hypercharge en zijn jump. Maar hij is wel een goede knokker. Plaats hem een beetje onder Crow. Ems. Ik heb heel lang niet meer met hem gespeeld, maar in sommige modes is dit normaal en sommige is hem achteraan. Plaats maar een beetje in het midden, een beetje boven bij hem. Eve. Eve kan natuurlijk over water lopen, hij heeft goede range, prima damage, maar reload best slow en haar super is niet heel goed. Dus we zetten haar denk ik achter bar. Fang. Ik vind Fang, naar mijn mening, een heel goede brawler.
Want ze zijn super, kan een heel team in één keer kapot maken. Frank. Ik vind Frank, dit wordt mijn eerste heel slechte brawler. Hij heeft heel vaak mee en als je iemand wil aanvallen met zijn super of normale attack, dan staat hij heel lang stil. Dus dan kan je snel wegrennen. Gale. Gale doet niet extreem veel damage, maar kan wel mensen verslomen en zijn mensen wegblazen. Plaats hem een beetje achteraan. Wacht wel even boven Bol. En Barn. Jean. In de nieuwe mode Quickfire, dat je heel snel achter elkaar kan schieten, is Jean keigoed. En voor de rest is Jean een beetje normaal. Dus ik plaats hem denk ik achteraan in de E-tier. Griff. Griff doet veel damage. Gewoon... Maar hij is wel, doet wel lang voordat ze net hek heeft. Grom vind ik een beetje slecht. Maar wel dichtbij normaal. Want je kan zijn attacks heel makkelijk dodgen. Jackie. Jackie is best goed. Maar ik ben alleen goed van dichtbij. En show daarmee je bijna nooit goed in de map. Omdat iedereen gewoon jou gebruikt als een super late machine. Dus ik plaats haar een beetje hier. En dit is allemaal naar mijn mening. Dus je kan het er mee eens zijn en ook niet. Oké, Jeannette. Ik vind Jeannette wel hoger dan B. Jessie. Jessie heb ik ook heel lang niet meer mee gespeeld. Als ik er tegen moet is die turret altijd best irritant. Prima, laat maar iets onder... Leon. Leon vind ik heel goed. Hij kan van afstand, hij kan van dichtbij. Zijn super kan heel zichtbaar gaan, zodat je hem niet kan raken. Moeilijk te raken, niet raken. Lou. Ik vind Lou heel fijn om mee te spelen. Ik vind hem altijd echt fijn, want je kan mensen bevriezen. Bijvoorbeeld, komt iemand dichtbij, doe gewoon 3 shots en dan is hij bevroren. Zijn super is goed voor controle over, over de game. Max. Max is heel snel met de super en de gadget dat ze vooruit kan gaan. Ik plaats Max in de... net iets onder. Ja, dit is wel goed. Ja. Dynamite. Er zijn sommige mensen die echt keigoed zijn met Dynajump en zo. En gewoon alles raken. En er zijn mensen die dat niet doen. Dus ik plaats Dynamite gewoon in de E-tier. Als je er goed mee speelt, is hij keigoed. Maar al niet, dan niet. Net iets boven. Mortis. Heel veel mensen spelen Mortis. Ik snap niet waarom. Want ik vind Mortis persoonlijk niet heel goed. Maar waarschijnlijk spelen mensen hem alleen voor de mooie plays en zo. Ik zet hem daar neer. Meneer P. Dat is gewoon een... hier. Nani. Nani is moeilijk om mee te spelen. Daarom plaats ik haar hier. Nita. Nita is heel goed in overval of heist. Hoe je het ook wil noemen met de beer. En hyperbeer, zodat hij keiveel damage doet op de kluis. Maar in andere modus is ze eigenlijk best slecht. Net iets boven kerel. Otis. Otis is best goed met super... maar niet extreem goed of zo. Pam. Pam doet heel veel damage, maar schiet ook heel veel dingen. Ik vind Pam wel echt een net als onder Dynamite. Penny. Ik vind Penny echt goed. Piper. Piper. Kei veel damage van afstand. Maar je moet wel op afstand zijn, want van dichtbij geen damage. Poco! Het is B, denk ik. Want hij kan met z'n healen, maar in zijn eentje is hij niet echt goed. Laten we hem denk ik een beetje... Al Primo kan er nu van dichtbij. Ik vind hem... hier, ja. Rico. Rico doet wel veel damage. Kan via de muren bouncen, dat is ook een groot voordeel. Een beetje cold.
daar zit ik niet op. Rosa, gewoon hetzelfde als El Primo. Kona Rus. Beetje hetzelfde als Rico, maar hier schiet je maar twee goals. Daardoor moet je extra goed mikken. Dus ik plaats hem een beetje hier. Sandy. Ik heb Sandy had ik op de 920 trofeeën. Ik vind Sandy heel fijn om mee te spelen, vooral een knokbal. En ik heb ook bijna de master titel van Sandy. Daar komt volgens mij, daar komt bijna een video van. Dus ik vind Sandy, maar naar mijn mening, niet een heel goede knokker. Waar wij hier plaatsen. Maar ik vind hem gewoon fijn om mee te spelen. Dus ik plaats hem hier. Shelly, beginnersknokker. Hier. Lola. Hier. Meg. Is een legendarische vraller. Maar voor mij voelt ze meer een epic moeten zijn. Dat hoort gewoon een beetje bij Meg. Maar ze is gewoon een beetje normaal. Spike. Spike is gewoon echt goed. Sprout vind ik niet heel goed. Squeak ook niet echt goed. En Stu. Stu, als je echt heel goed mee speelt, kan hij echt goed zijn. Ik vind Stu ook wel echt heel goed. En ik ben daar plaatsen. Surge. Hetzelfde een beetje als Stu. Laat ik hem een beetje achteraan plaatsen. Tara moet meer. Een beetje. Ja, hier. Sorry wel. Tik. Ja, dat is het gewoon. Ik vind Tik zo irritant. Koes, waar zou ik jou eens plaatsen? Je bent gewoon zo'n normale afstandknopper. Laat ik jou net eens openmaken. En plaatsen. Sam. Daar. Buster. Chester, ik heb Chester nog niet, maar ik zie soms mensen die met Chester spelen. En Chester kan wel veel damage doen, vooral met die sterkracht met één zo'n extra bal die je dan schiet. Volgens mij is Chester wel een A-team. Gray. Gray vind ik wel heel snel. Maar ik best prima. Mandy. Arthes en kogels zijn zo dun. Je raakt echt 1 in een miljoen kogels. En als je in die Jackie modus gaat, dan reload je zo slow. Dan ben je zo zwak voor mensen. Met Arthes echt hier. Willow. Willow is wel echt best wel goed, ja. Hank. Ik vind Doug naar mijn mening echt wel goed. Plaats wel hier of zo. Onder Dynamite. Pearl is gewoon. Hij heeft een leuke. Zij of hij, ik weet niet. Hij heeft een leuke mastertitel van Let Me Cook. Die vind ik wel grappig. Daardoor komt hij wel een lage A-tier. Chuck. Die is zo OP in overval of heisters. Oh, en in hotzone, gevaarzone. Want dan kan je gewoon die palen neerzetten en dan race je gewoon net over dat ding. Dan sloopt iedereen. Maar in andere modus is je een beetje. Charlie. Charlie is echt. Miko. In het begin was Miko heel veel mensen dachten dat hij goed was, dacht ik ook. Maar nu, iedereen weet de timing van zijn jumps en zo. En iedereen kan hem wel makkelijk counteren. Maar hij is nog steeds best wel een goede knokker. Kid was eerst heel goed. Maar hij heeft zoveel nerves gehad. Dat hij nu echt hier hoort. Voor mij. Larry en Larry, een beetje hetzelfde als Kid. Maar hij is nog steeds wel prima. Angelo.
Angelo heb ik pas net, maar volgens mij is ze wel goed alleen op open maps. Melody weet ik niet, maar ik heb wel video's gekeken van andere YouTubers. En die zeggen allemaal dat Melody iets van ETU is of zo. Of heel veel zeggen Esther. Nou, dit is dan mijn tierlist van elke knopper naar mijn mening. Ik hoop dat ze het leuk vond en dat was de video.